Nou, het is alweer zover. De volgende aflevering van Dead Living Zombie staat voor jullie klaar. Het is de derde expansion van Far Cry 5, standalone expansion. En de vijfde aflevering alweer. Vijfde script ook. We gaan vandaag Killer Climate spelen. Jullie hebben mij in de vorige aflevering eigenlijk vrij eerlijk horen vertellen wat mijn mening over deze DLC was. Zo ben ik, doe ik altijd. Ik vind iets of heel erg vet en daar ben ik eerlijk over. Of ik vind het kut en ik ben er eerlijk over. En dat heb ik ook gewoon aangegeven. Natuurlijk zitten er tussen deze scripts fantastische dingen en vind ik het echt leuk om het te spelen, dat wel. Maar dit is gewoon niet mijn type DLC. Ik vond de andere twee gewoon sterker, eerlijk is eerlijk. We gaan vandaag Killer Climate spelen waarin de Blood Dragon gevonden kan worden. De Easter Egg uit voorgaande Far Cry games. En natuurlijk voornamelijk de Blood Dragon expansion van Far Cry 3. Hè. Daar ging het voornamelijk om. We gaan hem spelen, zo snel mogelijk spelen, solo spelen. En ik hoop gewoon dat jullie de support showen, een blauw duimpje achterlaten en let's go. You're not my driver. Hi there. I'm Guy Marvel. And first off, it is an honor to be pitching to an award-winning visionary director. It's another nobody with an idea. Picture this. It's a national park. It's peaceful, serene, yet not like your typical normal day. We follow a good old American family. The hero should be a park ranger. But it's about a family. So you're just gonna tell me your idea and I'm supposed to shut up? We can make it about a park ranger. Yeah, that's fine. This, though, look, it's all about the message. Climate change. A heat wave thaws out a strange ooze. It's tainting rivers, the soil, the animals, you name it. After decades of Mother Nature getting royally fucked, she is giving birth to zombies! This is one of those movies. Damn right it's one of those movies. It's gonna add a couple extra commas in our bank accounts, huh? Fine. I'll entertain the idea of doing lowbrow garbage. So our park ranger hears the distant scream of a family. He's gotta go check on him, right? Killer Climate, let's go. Okay, so we start in the park ranger's tower. I have a better idea. What if the main character was the owner of a bar? See, zombies consume the life essence of the living, but they don't live themselves. I'm seeing a place where they can relax. They're zombies. I think you're giving them a bit more brain function than they actually have. Even the smallest creature with the smallest brain can appreciate art. WT fuck, dude! This is a zombie movie about the environment. Can I just walk you through my idea? Nobody really owns ideas, but fine. On with it. Okay, so we're this park ranger, and we come down from our tower. You said something interesting there. The park ranger had to come down from his tower. Have you ever read my manifesto? I bought it, but look, I haven't finished it yet. Been busy, you know, life. Kijk, dit bedoel ik dus. Dit is de meest interessante area alleen al om naar te kijken, want dit is Far Cry. Die andere shit is niet echt Far Cry en dat is mijn grootste probleem met deze hele DLC, is dat het lijkt helemaal niet meer op Far Cry. En bij Lost on Mars was dat juist een positief punt, omdat de gameplay wel lekker was. Maar bij deze, geen open world, kleine afleveringetjes en een DLC die zichzelf in de zeik neemt. Want natuurlijk hebben ze het over cheesy shit. Natuurlijk hebben ze het over dat zombiefilms kut zijn en zombiegames cheesy en standaard en oppervlakkig zijn en geen inhoud hebben. Maar het punt is wel, ze hebben wel de DLC gemaakt. Dus deze DLC is eigenlijk net zo oppervlakkig en kut. En dat is mijn grootste probleem met de DLC. Want zelf heb ik niet eens zo'n hele grote... Oh, hij ging niet eens dood. Zelf heb ik niet eens zo'n hele grote hekel aan zombies namelijk. Ik geniet van bijvoorbeeld een Dying Light game. En... Oei, wat is op joh. En als iets goed wordt uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld de zombie DLC van Red Dead Redemption, Undead Nightmare, dan kan ik daar ook van genieten. En dat zijn ook zombies, maar die shit heeft dus wel inhoud. En dat is mijn main problem met deze DLC. Voor de rest wil ik niet al te veel klagen, maar gewoon inhoudelijk verder gaan. We zijn in Whitetail.
State Park. En laten we ons avontuur vervolgen. Hiking trail, rock climbing trail. We moeten uiteindelijk daar ergens zijn. Kan ik ook... Nee, je kan de map er ook niet bij pakken. Dat is echt wennen, man. Het is opeens lineair en kut. Hey, rot op, joh. Zit niet in mijn balzak, vriend. Sinds wanneer wordt een boswachter? Je bent gewoon een parkwachter. Sinds wanneer word je zo gerekt door alle wildlife? Er komen meteen 10 wolven op me af. Een eland en een veelvraat. Rot op, joh. Takes the shortcut to the cabin. Of course. The good old American way. Take a shortcut. This way ain't easy. There's some awesome climbing. And then our hero sees the toxic goop seeping through the rocks and... Love the visual. It's so pedestrian. It's what I'd expect an art student to come up with. Hier, vieze headshots voor die veelvraat. Waarom zijn er nou nu al beesten? Nou, die zijn er dus omdat die troep uit die waterval komt. En wel, sparkwachten moeten het onderzoeken, dus dit is op zich een best wel logische... vette DLC, dat er opeens iets is ontdooid of zo door een hittegolf en dat daardoor nu zombies ontstaan. Dat heeft alweer iets meer inhoud en heeft een iets interessanter atmosfeer en environment dan we tot nu toe gezien hebben. Ik mag wel oppassen dat ik zelf niks binnenkrijg. Oh, ik moet gewoon zo gaan doen. Hij neemt een shortcut. Typisch Amerikaans, wordt er gezegd. Nou, typisch hoor. Dit doen boswachters natuurlijk altijd. Zombie wespen en bijen, man. Dat lijkt me eng. I think this story would be better told at night. No, man, it's gotta be during the day. The audience has to actually see the environment. This whole movie is a message on the environment. But the darkness at night is more ominous. I want it to be set during the day. Night. Day. Night. I'm gonna just have to put my foot down. This whole movie takes place over the course of one day. Got it? That is it. Fine. Oké. Hoe de fuck kan iets zo erg uit de hand lopen, joh? Moet ik nu zelf duiken, dus nou krijg ik het zelf ook te pakken, of wat? And then we cross paths with a zombie bear. I'm not surprised by that. Was it supposed to be a surprise? Moeilijk hè, zombieberen een normale engine geven. En normale animaties en normale physics. Godsamme. Oh, zombie eland. Dit is zeg maar niet echt een normal day. Tering, die is neer. Headshot na headshot, dat was wel mooi. Oké. De wildlife is compleet geflipt. En is alvast, hoe kunnen we het noemen? Gemuteerd, dankjewel, dat woord zocht ik. Maar hij had het over een park waar bezoekers nog zouden zijn. Niet gevonden. Hallo, hallo, hallo. Fuck off, ouwe. Beesten zijn ook echt zoveel wilder dan normale zombies. Dat vind ik waarschijnlijk vet aan deze shit.
Zombie bijen, ik had het er net nog over. What's going on? Wat gebeurde er? Ja, joh. Oh, kan je niet... Oh, wauw, je kan geen geanimeerde move doen op die beesten. Of op die zombies. Wat een onzin. Ik denk, ik spring op hun kop dat je zo'n vette move doet, weet je wel. Here it is. Near the house, the ranger sees the source of the problem. It is the toxic goo. It's infected the fresh water and created zombies! I like what we've built so far. But now I'm not really seeing the whole goo thing. I think if we crop out all of your ideas, we have something. I think we can take this idea and merge it with the ideas in my artistic manifesto. Maybe even show my book. What? Whatever, man. Fight. Ja hoor, wat de hel is dit joh? Had het nog wat opleveren of... Nee. Een mooie game. Je speelt wel met vette wapens in deze aflevering, dat vind ik dan wel weer tof. Als het goed is dit een police rifle of zoiets dergelijks. Ook een keertje in mijn normale vanilla game meegespeeld tijdens de aflevering. Even een mooie double kill. Rot op, jongen. Laten we gewoon naar het huis gaan. Ik heb, als ik dit soort wapens zie, die deze boven in beeld, dan heb ik zo'n zin in Red Dead Redemption. Dat is echt niet normaal. Red Dead Redemption 2 in 4K op mijn channel gaat echt fucking fantastisch worden, jongens. Kleine revolver ingeruild voor deze echt goeie. Remember that family? Yeah, well they're dead. I thought we cut that plotline. Maak er alsjeblieft een einde aan, staat er ook gewoon. Brei er alsjeblieft een eind aan. Nee. Weet je wat? Dat ga ik niet doen. We gaan op zoek naar de Blood Dragon namelijk. Ik was dat helemaal vergeten. Hier is het boek. Dus dat betekent dat hier ergens in een van de keuzes die je kan doen, een van de paden die je kan kiezen. Het zou een Blood Dragon moeten zijn. That'll make shit interesting. Sompje hoor. Kut eiland. Daar heb ik gewoon stil wat beest. Oh, hier ligt even een shotgun chill. Ook niet verkeerd. Ha! I'm done! We done? I think there's more we can do with the ending. What ending are you envisioning? Whatever. Whatever. Ik denk dat dit dus de plek is voor de Blood Dragon, want ik heb gezocht in die andere area. And by now in the film, it's night. Ah, why? It's foreshadowing impending doom. You want doom? How about adding a fucking Blood Dragon here to fuck them the fuck up? What the fuck? Daar is hij dus.
some well. Fucking firepower there. There be a weapon right here. Oh my god, hoe de fuck ga ik het uithouden tegen een blood dragon? Jongen, jongen, jongen. Ah, wel een apart DLC'tje. Killed him. Oké, we willen gewoon weg hier, dus de park ranger hops in de car. Het is zo'n slecht script ook weer. Oh, oh, oh. Bizar. He's in the car, driving toward... I don't fucking know. You hijacked my idea and made it a masterpiece of shit. And you're the most annoying person I've ever met. I might be annoying, but at least I made it in Hollywood. Fuck you! You fucking fuck! I'm gonna make it, asshole! Security! Get me away from this fuckface! En dat was deze. Ja, wat vonden we er nou van? Ik vond het wel een toffe. Misschien wel een van de toffere van de scripts. Maar het is nog steeds allemaal niet zo heel bijzonder. Je moet er echt de humor van inzien. Opeens blood dragons die inpoppen. Het is allemaal knettergek. Ik ga je in ieder geval bedanken voor het kijken in de 6e aflevering. En dus het 6e script. Gaan we naar een soort twist van The Fast and the Furious. Gaan we The Fast and the Fiendish spelen. Fiendish. Ik weet niet of dat Fiendish wat dat betekent, maar waarschijnlijk onheilspellend. Want er staat bij snel en onheilspellend. Hartstikke bedankt voor het kijken. Thanks voor de support. En tot de volgende aflevering. Peace.